Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mario Galaxy video. We hebben een nieuwe wereld ontgrendeld, maar we moeten hier ook nog één ster halen. Dat luk je toch niet! Net alsof jij het beter kent. Ga jij lekker hier zitten? Dat lukt ons zeker wel. Let's go! King Caliente's Battlefleet! Let's go, we doen het. Gaat helemaal goed komen dit. Oh, oké. Okay. Hij heeft zijn battleships meegenomen. Go, go, go Mario! Yes! Oké, dan moeten we alleen even gaan kijken waar we dan nu naartoe moeten. Want dat weten we natuurlijk niet. Moeten we daar... Wow, what? Ik denk dat ik wel daar op het dak moet. Maar dan moet ik dus door een oranje pijp of zo. En die oranje pijp die vinden we dan hier, oh? Ja, precies. En dan moesten we via dat dak daarin. Maar dit heb ik al gedaan. Dus even kijken of de... Ja, ik denk dat... Nee! Oh, ik zei toch dat je dit niet kon? Hij zit altijd maar bij de hand te doen, jongen, die Piet. Go, 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 go. We kunnen dit sowieso wel. Alleen, is het dan de goede kant? Dat vraag ik me even af. Ik denk het wel, want hier zijn we nog niet geweest namelijk. Yo, hallo. You saved me. Dankjewel, Mario. Ik ga je een geheimpje vertellen. Die spiky dingen, die haten kokosnoten. Oh, echt? Oh, dat klinkt leuk. Kunnen we dan kokosnoten zo uit die kokosnotenboom, palmboom ding pakken? Nee, hè? Nee, dat lukt niet. Oh, hier is een kokosnoot. Oh, die zou ik... op kunnen pakken, volgens mij? Of niet? Oh, snap. Oké, jammer. Go, Mario! Ja, kijk, dit gaat goed. Nu deze. Oh, die was iets te hoog. Volgens mij moeten we deze grote kapot maken. Even deze opzij schoppen en dan... Beam! Kijk! Ja. What? Oké. Kan ik... Ik dacht dat ik hem misschien er bovenop kon schieten, maar dat lukt niet. Maar dit lukt wel. Nice! En dan, boom! Kijk, en dan hebben we alweer de volgende ster. Kunnen we door? Let's go. Wedden dat dit ons gaat lukken? What? Chain chompies. Wat moeten we met die chain chomps doen dan? Helemaal niks. We moeten gewoon in die buis, denk ik. Go, Mario! Ja, ik zag er boven al die battleships. Volgens mij gaan we de goede kant op. En, wow. Wow, dit is vet trippy. Dit is echt super trippy. Oh, wat? Ik heb een ster. Rainbow Mario. What? What? Beam, lekker man. Dit is zo vet. Dit is zo vet. Pak ze. Nice. Lekker bezig. Pak de muntjes. Alleen, nu? Wat moeten we nu doen dan? Ik dacht toch echt dat we hier moesten zijn. Oké, laten we teruggaan. We gaan helemaal niet terug. Hier zijn we namelijk nog helemaal niet geweest volgens mij. Nee, hier zijn we zeker nog niet geweest. Lekker bezig Mario. Hoppakee. Ik denk niet dat we daarin moeten lopen. Ik denk niet dat dat slim is. Ik ben trouwens benieuwd. Vinden jullie het een beetje leuk om dit naar te kijken? Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt. Maar af en toe dan moet je echt kijken naar een beeld wat op zijn kop is. Bijvoorbeeld nu ook, weet je wel. Dan zitten jullie helemaal naar een beeld te kijken wat gewoon niet klopt of zo. In mijn hoofd klopt dit ook niet. Ik zit gewoon op zijn kop nu te spelen. Oké, wat is dit? Hier is iets, hè? Ja, zie je, ik wist het wel. Het zag er echt naar uit dat daar een geheimpje zat, inderdaad. Oké, laten we naar boven gaan, wou ik zeggen. Ondertussen worden we even genakt door een chain chompie. What? Wat is dit? Bullet bills, alles? Oh, hij zit me achteraan. Ja, ik kan hem wel kapot maken, dat scheelt. Ik kan hem wel slopen. Dat is top. Pas op voor de bullet billies. Nice. Pas op voor de chain chompies. Ik moet daar bovenop zien te komen, denk ik. Auw. Ah, dat kan gewoon via deze kant. Oké, cool. Beam! En lekker. En nog één. Sloop ze. Maak ze kapot. Nice. Juist. Helemaal top. Helemaal top. Even de ster pakken. Kijk, en nu gaan we naar de scheepjes. Naar de battleships. Let's do this. Hoppa. One-uppie erbij. En wat gaat hier gebeuren? Want, is dit een boss battle? We moeten eerst denk ik ervoor zorgen dat die brug een keer naar beneden komt. Dus laten we deze Toad even bevrijden. Toad. Kan je me helpen misschien? Je aanvallen die komen niet bij die gemene aliens. Maar misschien kan je iets terugbouncen. Oh, oké. Oké, kom maar op. Kom maar op. Ja, ik ga niet die vuurstenen terugbouncen. Dat lijkt me niet zo'n slim ding. Maar deze kunnen we natuurlijk wel terugbouncen. En deze natuurlijk ook. Hoppa. Kijk, en de brug is naar beneden. Zo doen we dit. Ik ga even een saltootje maken, zodat we ook hier naartoe kunnen. Kunnen we hier ook nog naartoe? Oh, nee! Nee! Ik denk niet dat het de bedoeling is dat wij daar naartoe gaan. Laten we dat niet nog een keer gaan doen. Laten we gewoon even... Hoppakee. Deze er bovenop gooien. En deze dan ook. Oh, kijk, die andere ging er al bovenop. Nice. Bereiden we die toot weer eventjes. Gaan we weer even een backflipje doen. Zo, hoppakee. Muntjes pakken. Kan dit schip niet besturen, hè? Nee, dat is jammer. Oké, niet nog een keer doodgaan, Rick. Kom op, we kunnen dit.
Ik wil ze elke keer aanvallen met mijn ei-aanval, maar dan spring ik alsnog op hun hoofd, omdat ik blijkbaar gewoon niet zo goed mik. Wat zijn dit eigenlijk voor enemies? En wat zit er in deze kistjes? Wat zit hier allemaal verstopt? 1 muntje. Hey, wat is dit? Wat is dit voor power-up? Oeh, nu hebben we 6 health. Oh, dat is super nice. We hebben gewoon dubbel HP nu eigenlijk. En als mijn leven nu onder de 4 gaat, dat betekent dat we weer 3 health hebben. Maar dit is wel nice. We kunnen nu vaker geraakt worden. Ik denk dat er een boss battle aan zit te komen, jongens. Dat moet haast wel. Moet haast wel. Let's go. We gaan het zien. Komt er een boss battle? Let's go, Mario! What? Oké, kan jij me vertellen wat hier aan de hand is, alstublieft? Wees voorzichtig. Het is een groot, groot gevaar. En als het echt erg wordt, schiet dan die sterrenbitjes erop op een van die lichten op de grond. Oh, dan komt er een muntje en dan kunnen we dus leven uithalen. Dus dan moeten we gewoon hierop schieten, op die dingen. En daar komt dan een muntje uit en dan krijgen we dus inderdaad weer leven terug. Nou, wat is hier... Holy crap, wat is dit dan? What? Kijk, een gigantische vuuroctopus. Ja, hoe gaan we dit doen? Wat moeten wij doen? Kijk, we moeten deze bovenop hem beamen. Lekker. Lekker. Ja, dit gaat wel goed komen. Gewoon rondjes lopen, Rick. Rondjes lopen. Wachten tot hij deze schiet en dan hoppakee. Nice. Nu gaat hij weer grote vuurballen schieten. Nu gaat hij weer de andere schieten en die schieten wij weer terug. Ja, dit gaat top. Oh, moeten we er nog één doen? Kom maar. Kom maar. Hoppakee. Oh, hij gaat nu terugschieten. Kijk hem dan. Hij gaat even stoer doen. Hij gaat even terugschieten. Hij is zijn kroontje verloren, jongens. Oh, nu is hij echt boos. Want nu is hij zijn kroontje kwijt. Nu wordt hij helemaal gek, hè? Nu wordt hij helemaal panisch. Oh, moet ik die redden of zo? Oh, nee. Ja, ik wou die Luma redden. Het lukt me wel om die Luma te redden. Oké, nice. 2. En nog een keer. Nog een keer. Op je bakkes, vriend. Wat een leuke boss battle. Super cool. Heel nice. Leuk gedaan dit. Hij was nog niet heel moeilijk. Maar goed, dat komt later waarschijnlijk wel. Yay! Power Star! Hoppakee! We hebben er weer één binnen. Dit is onze 4e. We gaan keihard, jongens. En hebben we nu dan alle sterren uit die galaxy gehaald? We hebben King Caliente's Battle Fleet gehaald. En was dat dan gelijk de laatste? Ja, dat was de laatste ster. Dus na deze boss battle kunnen we door naar de volgende galaxy. En dat heb je al kunnen zien in de vorige video. Dat is Honey Hive Galaxy. En laten we daar ook even een leveltje gaan pakken, jongens. Be Mario Takes Flight heet dit level. Bij je, Mario. Oké. Wat is dit voor vet level? Oh, dat is superleuk. Wat een leuke characters allemaal in deze game, joh. Ik ben zo blij dat ik nu eindelijk Mario Galaxy speel. Ja, ik hield gewoon niet zo van de Wii, jongens. Dus ja, daar lag het probleem. Ik zie hier een uppie, hè. Zie je? Deze, ik zag het al. Ik dacht al dat ik daar wat zag glinsteren. Pak hem. Nice. One up erbij. We hebben weer 5 levens, jongens. We zijn ons verloren leven van het vorige level weer terug. Te kwijt. Ja, we hebben hem weer. Welkom to Honey Hive Kingdom. Onze koningin regeert over dit land. Nou, dan gaan we eens even een bezoekje brengen, denk ik, aan jouw koninginnetje. Hallo. Nieuwe bijtjes moeten een groet uitbrengen aan Queen Bee. Kan ik op jouw hoofd springen? Ik kan zeker op jouw hoofd springen, Piet. Wie kan dit nou wel en wie kan dit nou niet? Via deze weg gaan we naar het kasteel. Dus dat gaat helemaal goed komen, hopelijk. Tenminste, hoe komen we daar? Moeten we achter de waterval langs? Moeten we door de waterval heen? Moeten we even kijken wat deze bij zegt? Wil je hoog vliegen, zegt de bij. Ja. Moet ik dan op je hoofd springen? Nee. Oh, wel. Wel, 3 keer op je hoofd springen. 1, 2... Wacht. 1, 2... Ja, dan moet de 3e keer moet ik wel even wachten. 1, 2... En... Hoppakee. Oh, nee. Oh, bijna. Dan ga ik nu naar de muur springen. 3. Hoppakee. En dan... Nou, de walljump die werkt niet. Nog een keer. 1, 2... Lekker. Walljumpen. Oh, volgens mij kan dit makkelijker. Volgens mij zit ik gewoon een partij moeilijk te doen. Want je kan net zo goed via deze kant. En dan daarop springen. Zie je dat gebied achter de waterval? Dat is de Queen's Kasteel. Daar moeten we dus naartoe. Nou, laat ik eerst even al deze dingetjes hierop pakken. Oh, we kunnen ook blijkbaar nog daar naar binnen zelfs. Wat is dit voor wereld, joh? Super cool. We kunnen namelijk ook nog even daar naartoe springen misschien. Ja, kijk. En dan kunnen we zo gaan. Kunnen we nog hoger? Hoger dan dit kunnen we niet. Dat komt waarschijnlijk later. Later dan wel. Oké, laten we deze grote munt even pakken. Oeh, ja hoor. Ja hoor, een nieuwe paddenstoel. Dat ziet er goed uit. Volgens mij was hij hier ergens. Kijk, worden we dan ook een bij? We hebben een bijen Mario power-up. Dit is super cool. Dit is zo leuk. We zijn gewoon een bij. Oh, alleen we kunnen niet in het water. Als we in het water komen, dan, ja, dan houdt het op. Nog een keer. En dan nu niet in het water vliegen, denk ik. Kom op, Mario. Lekker achter het water langs. Zo. We kunnen nu hier naar boven.
Maar we kunnen natuurlijk ook eerst even hier kijken. Want als we nou hier naartoe springen. Zo. En dan doen we hetzelfde als wat we net hebben gedaan. Gaan we super hoog. En dan laten we op het laatste los. En dan kunnen we misschien wel naar het randje vliegen. Oh, net niet. Kom op, nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Ah. Nou, oké, laat maar zitten. We gaan gewoon lekker daar naartoe waar we naartoe moeten. Hoppakee. Lekker bijtje. Het ziet er ook echt super cute uit gewoon. Ik vind het er echt heel leuk uitzien. Oh nee, we zijn de bijenpower-up nu kwijt. Oh nee, dat is even niet de bedoeling. Oké, ik denk dat we hier misschien alsnog de bijenpower-up moeten halen. Oh, die ligt hier achter misschien ook wel. Oh nee, dit is een leven. Nice. Oké, ik ga gewoon hierin. Ik ga gewoon hierin en dan kijk ik wel wat er gaat gebeuren. Jee! Ja, die heb ik nodig. Die heb ik nodig. Top. Maak hem kapot en we zijn weer een bijtje. Superleuk. 1, 2 en 3. En dan omhoog zweven. Yes. Oeh, kijk hoeveel muntjes. Nice, 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 nice. Ik hou van muntjes. Ik wil nog meer muntjes. Yes. Hoppakee. Kijk, ze werken, die bijen. Die zijn hier gewoon keihard aan het werken, hè? Om de honing eventjes gewoon naar de koningin te brengen, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Let's go, let's go. Naar het kasteel toe. We gaan even de koningin een groet brengen, hoor, jongens. Woehoe. Oké, nu is dus de bedoeling dat we niet in het water komen. Dan behouden we onze power-up namelijk. Go, 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 go. Nice. Oké, toppie. Nice. What up, Piet? Hier, die voor jou, Piet. Doei, Piet. Ik denk dat ik hier naar boven moet ergens. In een van deze boompjes of zo. Kan ik hier inklimmen? Nee. Okay, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Kan jij me vertellen wat we moeten doen? Oh, oké. We moeten zo'n bloemsteeltje pakken en dan moeten we schudden. En dan, hoppakee, dan worden we naar boven geschoten. Wat gaaf. Oh, nee. Nee. Ik moet wel oppassen voor het water natuurlijk. Oké, nog een keer. Poging 2. Go, 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 go. Oppassen voor het water. Gewoon via deze kant. Dan heb je geen last van het water, Rick. Nice. Gaan we rustig aan hier naar boven. Ja. En als het water stopt, dan gaan we verder vliegen. Juist. Top. Nice. En naar de grote bloem. Let's go. En dan moet ik denk ik hierop bouncen. Of niet. Of moet ik gewoon... Ik moet gewoon hier omhoog vliegen waarschijnlijk. En dan gaan trillen met de controle. Ja. Hallo koninginnetje. Hier ben ik dan. Bijen Mario. Oh, we zijn er nog niet. En als bij kunnen we nu vastplakken aan deze honingmuren. Dus dan kunnen we lekker zo'n beetje naar boven klimmen. Super vet. Oh, oh, oh. We moeten wel alleen even blijkbaar... Ja, top. Juist. Moet het wel goed vastpakken natuurlijk. Yes. En los. Ja, ga maar. Top. Klimmen, 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 klimmen. En hier naartoe. Yes. Even deze Piet kapot maken. Nice. Oh, en dan kunnen we weer hier naar boven klimmen. Hoppa. Yo, koningin. Daar zijn we. En wie ben jij dan? Nou, het maakt niet uit wie je bent, zegt ze. We hebben echt heel veel hulp nodig. Er is iets wat ontzettend jeukt en jij moet het stoppen. Oké, wat is er aan het jeuken dan? Wat is hier aan het jeuken? Hebben jullie last van luizen? Ik spring gewoon even lekker naar beneden. Boven op Piet's hoofd. Althans, dat was de bedoeling, maar dat is net niet gelukt. Hoppa, hoppa. Oh, kijk. Er zit van alles in de lichaam wat gewoon plakt. En wij moeten dat eventjes eruit gaan halen, denk ik. Oh, we kunnen op haar. We kunnen ons vasthouden aan de koningin. Oké, poging 2. Kijk, we kunnen dus in de huid van de koningin gaan zitten. Nice. Stukje nummer 2. Nummer 3. Nummertje 4. En waar is nummertje 5 dan? Die zit hier zo. En de koningin zegt, je hebt je bewezen. Ik ga ervan uit dat we op jou kunnen vertrouwen in de toekomst. En dus kunnen we nu loslaten en kunnen we hier naartoe vliegen met bijen Mario. En hoppakee, ja hoor. Daar gaan we richting de ster, hopelijk. Of niet? Of wel? Hallo? Hey! Yo, Captain Toad. Wat doe jij hier nou weer? Ze zijn ontsnapt uit Peach haar kasteel. En toen dachten we dat Bowser ons zou pakken. En toen zijn we verdwaald met Luigi. Luigi? Is Luigi hier in de buurt? Nou, daar zullen we vast en zeker later achter komen. Want eerst moeten we gewoon even deze Power Star gaan pakken. En dat is hoppakee, nummertje 5. We hebben Toads gevonden. We hebben een koningin erbij gevonden. Maar waar is Luigi? Oh, is hij in het volgende galaxy of is hij in het bijen galaxy? Kijk, want we hebben namelijk weer een nieuwe galaxy gevonden. En Rosalina begint ook nog even tegen ons te praten. Die zegt, Mario, je naam is Mario toch? Dat is wat ik heb gehoord van jouw vrienden. Mario, het heeft zo'n mooie ring.
Zo'n ring om een planeet bedoelt hij natuurlijk. Mijn vrienden wachten voor ons in de garage. Ze willen ons iets vertellen. We moeten snel daar naartoe. Nou, laten we dat heel snel gaan doen. Alleen wel in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickardJune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!